Een familieauto op 20-inch wielen, is dat de natte droom van elke ontwerper? Nou, dat komt wel heel erg dicht in de buurt. En ik denk, iedere keer als ik een nieuwe Scenic ga zien in de straat, dan zal ik een enorme glimlach op mijn gezicht hebben. Want het is echt een droom voor een designer. Want eigenlijk ziet de auto er nu pas echt uit zoals we hem ontwerpen op een stukje papier. Ja. Wat was het moment waarop jullie dachten, we gaan die auto daadwerkelijk op deze wielen produceren? Nou, het was eigenlijk heel simpel. De eerste Scenic die Renault ontworpen had, is een nieuw segment geworden van de compact MPV, zeg maar. En dat was een auto die, als je daarin reed, dan voelde je modern, progressief, futuristisch. Hebben we het midden jaren 90 over. Precies. En daarna zijn er twee generaties geweest waarin de markt zich enorm ontwikkeld heeft. Maar ik denk als je vandaag in een minivan rijdt of een MPV, dat je je dan een beetje ingehaald voelt door crossovers en allerlei andere ontwerpen. Dus met deze auto, met de vierde generatie, dachten we van, nou, we kunnen niet het gewone kleine stapje doen. We moeten echt weer een nieuwe soufflé, zoals ze dat zeggen, een breakthrough maken in het segment. Ja. Nou, en we hadden natuurlijk net de Espace ontworpen als conceptauto in Genève. En die was zo goed aangekomen. De mensen vonden hem sexy eruit zien, vonden hem progressief eruit zien, modern. En toen dachten we, nou, dat hebben we toch echt nodig, die grote wielen, om dit ding te laten werken. En godzijdank was iedereen het daarmee eens. Dus kunnen we zeggen dat het ergens midden 2011 al besloten is? Nou, de auto is ongeveer in 2012 en 13 ontwikkeld. En we hebben het geprobeerd zonder, maar iedere keer werd de auto veel te banaal, zeg maar. En toen we deze grote wielen erop zetten, toen was het ineens van klak, weet je wel. En toen zeiden we van, nou oké, we gaan ervoor. Wat zei de CEO toen u met dit idee aankwam? Nou, hij was er zelf natuurlijk heel erg bij betrokken. En toen we hem de modellen toonden met de grote wielen, toen zei hij oké, klaar, dat doen we. Ja. En daarna ging het heel snel. Want op het moment dat je dat eenmaal beslist, dan kun je de hele auto optimiseren, zeg maar, rond die wielen. En waar je normaal, zeg maar, heel veel diversiteit hebt, want je hebt 16, 17, 18 inch wielen, je hebt verschillende suspensions, verschillende veringen, verschillende assen. Nu maak je maar één versie. En alle auto's zien er goed uit. Dus je bent ineens van een hele hoop problemen af. En ik hoop dat de mensen die geïnteresseerd zijn in zo'n auto, dat ze dat zullen merken. Ja, maar technisch kan ik me voorstellen, zitten er nog best wel wat uitdagingen aan. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Want niet alleen technisch, maar ook kost. Maar het voordeel van de grote wielen is, het zijn de nieuwe ontwikkeling van Michelin Continental. De banden zijn relatief nauw, maar heel hoog. Dus het geeft je goede comfort. Omdat de banden heel nauw zijn, is het goed voor aerodynamica. Dus tegenovergestelde van wat je zou kunnen denken, is het eigenlijk goed voor CO2. De banden zijn iets zwaarder, dus je moet dat compenseren. Maar je kunt de hele suspension tunen voor deze grote wielen. Ja. En daarna, qua styling, is het natuurlijk een voordeel, een enorm voordeel. En ook omdat we maar één variatie maken, ging de prijs uiteindelijk omlaag. Dus nu kunnen we ze aanbieden voor de vergelijkbare prijs van een 17-inch wiel. Ja. Over design en styling gesproken, ten opzichte van de Espace is de sprong voorwaarts ten opzichte van de vorige generatie Scenic relatief klein. Hè? Ik bedoel, de buitenkant is funky, maar in de basis is het nog steeds gewoon een mini-MPV, toch? Ja, klopt. Ja, natuurlijk. Hoe heet het? Behalve dat het ons gelukt is, hopelijk, om een attractieve monospace te maken die er wat sexier uitziet. Ik zeg vaak, voor ouders die nog van elkaar houden. Weet je wel? Dus, voor een huwelijk dat nog niet in de slop zit. Nou, voor je ouders die nog niet verworden zijn tot de chauffeurs van hun kinderen, weet je wel. Dus voor hun ouders die zich ook nog zelf een beetje zien als een koppel. Ja. Dus de auto heeft zich aan het exterieur behoorlijk, aan image hopelijk, behoorlijk veranderd. Maar aan het interieur zie je toch nu ook de technologieën die uit het D-segment komen in een C-segment. Net zoals bij de Megane. Dus je ziet hier het grote scherm, tactiel. Je ziet de head-up display. Je hebt de multisense met waar je in je allerlei verschillende modes kunt configureren. Dus het is toch wel een uniek pakket exterieur en interieur samen. Ik ben nog even benieuwd naar het hele proces van de auto daadwerkelijk productie rijp krijgen. Ja. Bij Renault werkt het zo dat jullie diverse designteams over de hele wereld schetsen laten maken. Hoeveel schetsen zijn er uiteindelijk voor uw ogen gekomen? Nou, als je moet je voorstellen dat als we een project beginnen, dat er een 10, 15, soms 20 designers werken om gekozen te worden. En dan kan zo'n zaal als dit helemaal vol hangen met schetjes, zo klein tot zo groot. En dan is het mijn job natuurlijk om samen met het team goede keuzes te maken. Nou, dat doen we niet in één keer en we zeggen van, nou, dat is hem. Nee, het is niet ineens een ingave als een donderslag bij heldere hemel, dit moet hem worden.
Nou, soms heb je wel eens een heel mooie schets waarvan je denkt van nou, dit heeft heel veel potentie. Die kies je dan ook. Mm-hmm. Maar omdat het om zo'n grote bedragen gaat en we zeker willen zijn dat een schets of een idee ook die hele fases kan overleven van feasibility, van het productierijp maken. Mm-hmm. Zorgen we dat we in het begin een stuk of 5 richtingen coveren. Nou, van die 5 gaan we naar 3, van die 3 gaan we naar 2, naar 1. Ja. En zo zijn we een jaar bezig om uiteindelijk tot het uiteindelijke modern te komen. En wat maakte dit ontwerp dan tot het doorslaggevende ontwerp? Nou, ik denk dat het een het antwoorden aan de vraag die we onszelf gesteld hadden. Is deze auto breakthrough? Ziet die er attractief uit? Is die modern, futuristisch? En heb je zoiets van, als ik een familie heb, ik zou hier in kunnen rijden zonder dat ik me, hoe zeg je dat, schaam. Embarrassed, zonder dat ik me schaam. Ja, je wil gewoon gezien worden als een moderne familie die vooruitkijkt. En ik denk dat deze auto dat doet voor je. Ja. En nou voor u persoonlijk, bedoel, u bent eigenlijk klaar, hè? Want Clio, Captur, Kadjar, Talisman, Megane en nu Scenic, de lijn is klaar. En nu? Nou, we zijn nooit helemaal klaar. We kunnen nog steeds iets van bijna 10 auto's lanceren dit jaar. Dus we hebben nog een volle portfolio. Maar dan begint het hele circus weer opnieuw, weet je wel. En in 5 jaar of in 10 jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Worden er andere vragen aan ons gesteld. We zijn heel erg internationaal ook bezig, zoals je weet. Mm-hmm. Met een quid in India voor 3.500 euro. We gaan in China beginnen met de Kadjar en de nieuwe D-crossover. Dus mm-hmm. Er is genoeg werk voor ons.